Oké, jongens, ik heb een leuk idee voor een video. Ik ga hem stalken. Ik ga dus overal waar hij is, ga ik heen. Geen idee of het gaat lukken. Laat even een like achter als jij denkt dat het gaat lukken. En laat even een reactie achter als je denkt dat het niet gaat lukken. Ik ben heel benieuwd. Leuk dat jullie trouwens kijken weer. Nee. Oké, ik weet echt niet hoe het af gaat lopen. Het is heel saai in de prison. Echt, er is gewoon bijna niemand online. En ik weet niet wat ik moet doen, eerlijk gezegd. Wat erg dit. Nee. Je zit helemaal goed te clearen. Dit is echt een... Nee. Hey. Als ik nou in één keer naar achter ren, dan is de aflevering voorbij. Ga gokken hoe lang deze aflevering gaat duren. Ga dat gokken. Ga gokken. Ik ga rennen. Nee, oh my god, nee. Nee! Oké, dat was de aflevering. Meen je die? Hallo? Oh my god. Nee. Nou, denk ik. Ik ga een leuke video opnemen. Gewoon stalken. Gebeurt er niks. Ah, moet ik een ander iemand fixen? Even kijken. Is er een... Oké, oh hallo. Hoi. Die was ook in één keer weg uit beeld. Nou, ik heb even één guard gevraagd, Noah. Even kijken of ze überhaupt komt. En dan ga ik gewoon... Ja, zat ik ook. Klopt. Ik zat dat ook serieus, ja. Ik hoop trouwens dat jullie de vorige aflevering leuk vinden. Ik neem dit vlak na die in-outro op namelijk. Maar het is weer eens wat anders. Maar ja, lang verhaal. Kort gezegd. Ik moet van... Hoe heet die vent? Jori. Tot de 28e zitten. Voor degenen die het nog niet door hadden, de vorige video ging natuurlijk snel. Tenminste, dat is wat ik wil doen met die video. Ik moet hem nog maken. Maar ik was voor de vijfde keer ingebroken. En dat was dus niet de bedoeling, want dan wordt het door de officier van justitie bepaald de straf. Dus ik hou even in de gaten of er een guard online komt. Want ja, ik was bezig met stalken. Maar Tobias liep weg. Ik moet even die chatkleur veranderen, want ik ben de laatste daar. Ik kan dat blauwe niet meer lezen. Oké, jullie mogen raden. Welke kleur ga ik kiezen? Cyaan, wit, grijs, blauw, roze of donkergroen? Welke zou ik kiezen? Zet de video even op pauze en dan laat je het maar even achter in de reacties. Oké, ik denk dat jullie de pauze alweer eraf hebben gehaald. Of dat jullie helemaal niet de pauze hebben gedrukt. Dus ik zeg ook niet welke ik heb gedaan nu jullie nog in de chat gedeeld of de reactie gedeeld zitten. Ik kies nu één uit en dat is... Boem. Oké. Ja, boem is geen kleur. Maar ik ga even kijken. Ik blijf hangen. Oké, ik ga even in mijn cel kijken. Ik heb het trouwens warm thuis in het echt, joh. Ik dacht, ik ga even de was even snel drogen. Ik heb geen droger, ik vind dat onnozele dingen. Hoef je ook niet te hebben. Maar ik dacht, ik ga even snel voor morgen een t-shirt even snel droog maken. Niks erbij. Ik ook niet. Dus ik had de kachel even hoog en het was al 20 graden in huis. Nu heb ik het 21 gemaakt en het is zo benauwd nu. Even kijken, in de wc lag daar ook niks. Nee, er lag laatst wel flesjes in. Dus dankjewel voor degene die flesjes hebben gedaan. Kom eens mee, ik ben achter de... geheime kisten. Want die weten we. Weet ik. Ja, ik weet ze. Ik wil iemand stalken. Of een camera. Ja, boven in B. Ja, ik weet, ik heb alles zo vaak al gecheckt. Ik check ook elke dag de kisten om te kijken.
Ja. Ja, die. Hij heeft alles in het boekje staan. Wat staat er in je boekje? Ja. Laat je boekjes zien. Volgens mij heeft hij daar allemaal tips in. Oeh. Ik denk dat ik dat boekje maar eens moet gaan jatten of zo. Mag ik zien? Oh mijn god, geeft hij hem ook nog? Wel teruggeven. Ga eens even lezen. Blok B, wc. Blok B, gezelschapszaal of zo. EDG, even wapens te koop. Dank je. Kijk wat hij gaat doen. Kijk wat hij gaat doen. La 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 la. Hier zit ook een kist. Ja, achter deze muur. Hier. Op die weg. Hier. Volgens mij dacht hij echt of dat... Ik weet niet, is het een hij of een zij? Waar kijk je naar? Welke? Oh mijn god. Waar zit hij? Huh? Oh. Nee. Dank je. Niks. Oh, er is helemaal geen guard meer. Hoe moet ik dan een guard stalken? Nou, ja, kijk, dat is dus het enige wat er is wanneer je dus niet mensen hier online hebt. Je hebt gewoon echt geen flikker te doen. Nou ja, ik ga wel eventjes gewoon wachten. Ik hoop... dat, kijk, meestal is Noah wel online. Ik hoop dat ze straks gewoon nog komt. Of, nee, die nieuwe, die kan hier niet komen. Nou ja, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval even afwachten. Ik kom straks wel weer bij jullie terug als er iemand is. En dan gaan we alsnog stalken en kijken wat er gaat gebeuren. Oh my god, jongens, ik heb nog steeds geen... Oké, doei. Ik heb nog steeds niemand gevonden. Maar wat ik wel heb gevonden, dat is echt heel creepy dit. Doei, doei. Doei. Ik ga heel even naar mijn cel en dan ga ik het jullie vertellen. Want dat is echt heel creepy. En jullie weten, ik ben natuurlijk prison uitgezet. En ben er opnieuw ingekomen. En ik had, even kijken, ik had cel nummer 14. Ja, ik heb nu cel nummer 16. En je krijgt aan het begin krijg je altijd een boekje met prisonregels, een leeg boekje, een beetje eten, een prison coin en je kleding. Ik had dat boekje uit deze kist gehaald. Die lag hier. Jullie willen het niet geloven. Dit heb ik echt niet gefaked. Ik fake dit soort dingen niet. Dit is echt... Oké, ik stond hier echt helemaal versteld van. Kijk maar. Dit is precies dat boekje. Vlak na de moord op Katie. Precies dit boekje. Hoe dan? Hoe komt dat in die kist? Ik heb echt werkelijk geen idee hoe dat kan. Echt niet. Zitten ze nog steeds achter me aan of zo? Ik heb het idee dat ze gewoon nog steeds op de loer zitten. Maar er is niemand. Oh, Tobias. Oh my god, is Tobias terug? Oh my god, misschien is hij... Oh my god. Tobias. Tobias. Oké,
Hoe krijg ik Tobias hier? Tobias, ik heb hulp nodig. Tobias, mijn boekje, het dreigement. Hallo? Misschien wil Tobias het buddy parcours met mij doen. Oh my god, dat zou leuk zijn. Oh, wie is dat? Snuitje. Oké, ik ga heel eventjes kijken of Tobias op Teamspeak zit om te vragen of hij het buddy parcours met mij wil doen. En zo niet, dan kom ik weer bij je terug. Hier hebben we Ellie. Ellie. Psst. Oké. Ik hoorde dat jij wapens verkoopt. Ik ben benieuwd of dat zo is. Als dat zo is, dan koop ik meteen een van de. Echt. Waarvan weet ik niet. Waarschijnlijk van geld. Je hebt vast wel iets, toch? Kom op, Haley. Ondertussen nog steeds te wachten op een guard. Er zijn wel guards online, maar waar ze zijn, I don't know. That's life. Er is geen guard. Heb je wat, ja of nee? Haley! Can you help me with a wapen? Ik verklap niks door. Oh. Oh. Ik heb iemand... Wat? Het al beloofd. Oh, dus je hebt wel... Ze heeft wel wapens, jongens. Ik heb er alles voor over, Ellie. Mijn poes, zeg maar, die... Heb ik een poes in game? Ja, ik heb een poes in game. Ik zeg niks. Dan niet. Nou... Ellie heeft niks, zegt ze. Ik geloof haar helemaal niet. Ik geloof haar echt niet. Ze heeft gewoon. Alleen dat ik over dat attacks wil, wat die paars. Paars? Rood toch? Kijk. Lees. Dit is van weken terug. En lag... Ineens in mijn kist. Lees. Ik heb het nodig. Ik snap nog steeds niet hoe het daarin is gekomen. Ja, dat is van weken terug. En opnieuw in prison en meteen weer in mijn kist. Echt heel, heel apart. Ja, dus heb wapens nodig. Snap je? Ik hoop echt serieus dat Tobias nog even komt, want ik word hier helemaal gek van. Nee, hou me op de hoogte. Als je... nog iets hebt. Oké. Ja, dit gesprek heeft niet plaatsgevonden. Oké, Tobias, hallo hé. Nou, ik wacht nog even een paar minuten. Dit wordt echt een KLOTE video. Doe even hashtag KLOTE. Nee, dan komen jullie allemaal in de spamfilter. Dan zien we de reacties niet. Nou, dat doe ik maar wel, dan zie ik het ook gewoon. Maar in ieder geval, ik ga nog heel even wachten op iemand. Als het nog steeds niemand komt, dan ga ik afscheid van jullie nemen. Dan ben ik er klaar mee. Echt. Ja, ik was vergeten te praten. Hallo. Oké, praten. Ik moet blijven praten. Dit is een video. Wat is dit jongen met de cel? Oké, stalken. Oké, we kunnen toch nog even stalken. Heel toevallig dat hij
Wat voet. In je kist. Hey! Verdomme! Hey! Oké, Tobias stalken gaat gewoon niet lukken, weet je? Dit gaat gewoon niet lukken. Maar ik ga hem in ieder geval even dat boekje laten zien. En met de vraag hoe dat daarin komt en waarom ik geen leeg schoon boekje heb. Ja. Ik ga het hem gewoon vragen. En als hij dan weer wegloopt, dan loopt hij weer weg. Dan is de stalking zeg maar over. En dan ga ik het wel eens een keer bij een ander proberen. Ik wil gewoon weten wat je krijgt, zeg maar. Dan. Ik raad jullie wel aan om niet te gaan kloten in de prison zelf. Ik doe het gewoon puur voor amusement, voor jullie. En ja. Stalking. Oké. Ik wil scream maken. Oh, dat was echt een raar geluid. Oké. Even niet. Oké. Ik heb eens maar even. Ja. Ja. Onder vier ogen. AUB. Ja, in mijn cel. In mijn cel is veilig. Nummer 16. Nummer 16. Hallo. Anders duw ik je eraf. Nou kijk. Ik ben weken terug bedreigd door een groepje. Groepje. Ik heb één daarvan vermoord. En toen kreeg ik een dreigbrief. Die brief heb ik weggegooid toen ik prison uitging. En nu ik weer opnieuw in prison zit, zit dit in mijn kist nummer 16. Toen ik hier kwam. Kijk. Precies dezelfde. Kan dit? Werken jullie samen met hun? Ik heb het idee dat ze gewoon samenwerken. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Want als hij samenwerkt, dan gooi ik hem nu van de reling. Zo lijkt het wel. Deze lag in cel 14. De eerste keer. En tweede keer in cel 16. Nou, ik geloof het niet. Heel typisch. Wie is hier de corrupte guard? God, ik kan echt niet typen meer. Het is kinderbedtijd. Je hebt het al door. Ja. God, ik had er ook op. Huh? Door hun? Is hij bedreigd door hun? Wow. Als je eens een wapen voor me hebt, ik kan een opdracht voor je voltooien. En nu heb ik een bunker ergens laten bouwen. Wow. Oh, wow. Hij heeft een bunker.
Oh my god. Daarom is hij misschien zo bang toen ik achter hem aan zat te lopen. Ik ook. Ja, doei. Oh, kut. Kut. Achter hem aan, achter hem aan, achter hem aan. Kut. Oké, ik stop deze video wel. Dit wordt niks meer. Ik heb in ieder geval het geprobeerd. Lang genoeg geprobeerd ook. Ik weet je, laat codewoord stalken achter. En dan, ja. Dan weet ik dat je dat nu hebt gekeken. Ook al is het niet echt een fantastische aflevering. Het is gewoon niet druk in de prison. Ja, er zijn wat nieuwe mensen. Wij zitten vast in de isoleercel. Je hebt er niks aan nog tot nu toe. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende... Mytopia. Denk ik. Doei. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat. Doei.